En hoeveel geld was het? 120 euro. Zo, hé. Voor de boot. Voor de boot. Ga je dan een keer mee varen als die klaar is? Als die klaar is wel. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja, gaan we doen. Klaar is, gaan we wel een keer mee varen. En zullen we dan gewoon in de boot ook gewoon een hoop gekke dingen doen. En leuke optredens doen en zo. Heel even teruggegaan. We zijn natuurlijk vanmiddag aan boord geweest. Wow. We hebben gezien hoe ze naar Veghel toe kwam. Nancy, hoe gaat het vanavond? Nou, ik zit nu even helemaal te kijken hoe die dit in godsnaam doet. Knap, ja, hoor. Om het daar even meteen over te hebben. We hebben net gezien dat jullie best wel wat geld hebben ingeleverd. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja. Waar bent u van? Ik ben van Circus Caps, Mr. Poeha. En ik geef hier in Veghel een circusschool voor kinderen met een verstandelijke beperking. En dat is natuurlijk helemaal de doelgroep voor de Waterengel. En ik begreep dat u ook nog een speciale actie had opgezet voor de Waterengel. Ja, we zijn vandaag hebben we workshops gegeven met steltenlopen. Het zijn allemaal mensen van Fabriek Magnifique die wilden steltenlopen. Zegt nou, we geven nou vandaag de workshop. En die hebben geld bij elkaar gebracht om hier samen te oefenen. En is dat steltlopen een beetje gelukt? Ja, ze zijn geweldige talenten. Dus als het boten is, dan gaan we ook een steltfabriek beginnen. En als mensen nou denken van ik wil ook een stelt lopen, kunnen ze dan nog ergens terecht om eventueel de Waterengel te helpen? Ja, bij Mr. Poeha. Dat is www.mrpoeha.nl. Oké, dankjewel. Ik kan ook heel goed stelt lopen, wist je dat? Nee, dus. Maar ik mag niet van boord, dus ik kan het niet laten zien. Nee, het lijkt me op het water nog wel erg lastig. Ja, hier wiebelt het te hard. Ja. Maar vanmiddag waren wij natuurlijk hier ook al en toen moest ik even. Toen riep jij op een gegeven moment wat je wou hebben. Toen was het eerst chocomel. Toen was het naar de rand iets anders. Toen was het nog een beetje vroeg voor. Ondertussen zijn wij thuis geweest, hebben de video gemonteerd en hebben we nog een klein. Vanuit de redactie, een kleine donatie voor in de brievenbus. Ook nog. Ook nog, dus die ga ik erin doen. Dus die is namens de redactie. En dan gaan wij natuurlijk. Waar jij riep. En jij riep, doe maar een glas. Maar ja, om hier nou met één glas rosé aan te komen. Maar ik ben best bescheiden. Ja, maar ik vond een flesje rosé, want dan komt de rest die vanavond nog, hè. Heerlijk, heerlijk. Dus die is voor jou? Verwend, dankjewel. Weet je, na het afzien van vanmiddag, jullie waren er getuigen van. Wij waren er getuigen van hoe het even misging. Heb het bijna nodig, hè? Nee, dat heb je niet, maar fantastisch, dankjewel. Ja? Nou, alsjeblieft. Ik vind het zo vervelend dat je vanwege de corona niemand mag knuffelen. Nee, maar we kunnen het wel zo doen. En nog even belangrijk om te vragen, want dat hebben we vanmiddag niet meer gedaan in alle hectiek dat we dwars over de dingen lagen. Als mensen nou dit zien en nog geld willen komen brengen, kan dat? Ik lig nog 3 dagen in Veghel. We kunnen helaas niet naar Aarle-Riksel. En Helmond. Naar Helmond. Oh. Nee, want het wordt echt te slecht weer en dan is het niet verantwoord om te varen. We hebben vandaag gemerkt dan moet je het niet dat doen. Het echt te gevaarlijk was. Dus die mensen vandaar, die kunnen ook allemaal naar Veghel komen. En daarna, als het weer allemaal weer een beetje beter wordt, gaan we wel richting... Ja, en dan zet je gewoon in je navigatie de Noordkade en dan ligt ze achter de Blauwe Kei. Ja. Ja. Toch? Dan moet je het vinden. De buurt van de afzakkerij en onder de brug. Ja, onder de brug. Dus dan moet het helemaal goed komen. Ik slaap nu echt letterlijk, dus wat ik vanmiddag voor de gein zei. Ik slaap onder de brug. Nou, is dat ook weer een ervaring, toch? Alles meemaken in het leven. Ja, daarom. Heel veel succes. Dank je wel. En wij gaan elkaar in die 3 dagen vast wel even zien. Ik heb zo'n vermoeden.